hier. Vandaag gaan we weer verder met Kerbal Space Program. We waren bezig met de maanlanding. Dus dan gaan we daar vandaag weer mee verder. We waren geland, maar mijn opnemingsprogramma was uitgevallen. Dus dan moeten we nu verder. Dus dit is deel 2 van de Munt tutorial. En dan gaan we morgen, of nou, morgen. Ik ga, dus, dan is de volgende video van Kerbal Space Program. Wat is dat nou ook? We gingen de Juna, dat is Mars in dit spel. We gaan naar Mars en dan gaan we daar een rover op de Mars zetten. Ik heb al een rover, maar dan gaan we er gewoon eentje als tutorial maken. Dan gaan we dat de volgende keer doen. Maar laten we beginnen, dan zie ik jullie bij de maan. Oké, hier zijn we dan. We moeten even snel gaan beginnen met de burn. Want anders gaat dit fout. Wat doe ik allemaal? Oké, laten we hier zo ergens gaan landen. Oké, we vliegen hier wel eventjes overheen. Ik wil hier niet echt te veel tijd aan besteden, dus dan zie ik jullie wanneer ik op de maan ben. Oké, tot zo. Oké, we gaan landen. Bam. Zo. We zijn geland. Ja, hij staat nog aan. Dat is mooi. Dan mogen deze wat lager. Stil. Ja, het lijkt wel zo. Dan willen we 1 drukken. 2. Waarom kan ik dit ding niet dicht doen? Restrict. Zo. Zo. Dan kunnen we nu uit gaan stappen. Ik vraag me één dingetje even af. Hoe is Jebediah opeens terug? Valentina, Wernie. Nou, in ieder geval, hij was even dood en hij is opeens terug. In ieder geval, ze zit er nu zo lekker in. Dan gaan we even een vlag planten. Want we waren bij de andere video, we waren gewoon hier zo gestopt, zoals je wel weet, als je hem hebt gekeken. Dan gaan we nu EVA. Dan moet je eigenlijk gewoon van de ladder aflopen. Ik heb daar geen zin in, want ik ben lui. Oké, dan kunnen we nu eventjes een vlag planten. Ik zie jullie zometeen als ik weer in de raket ben. Oké, borden. Zo, dan kunnen nu alle dingen dicht. Tada. Trappetjes mogen dicht. Deze twee zijn nooit buiten geweest. Dan kunnen we nu. We willen het noorden willen we recht naar voren hebben. Oké, we willen dus dat oranje streepje willen we boven hebben. Dus dat ding moet naar beneden wijzen. Daarvan eigenlijk.
Dan willen we nu. Zo. Oh, dit is heel flapperig. Kijk, we kunnen al plat gaan liggen, omdat je op de maan hebben we heel weinig zwaartekracht. Gear mag naar binnen. En dit vind ik er super satisfying uitzien. Oké, prima. Je wilt trouwens zo naar het noorden staan, omdat je dan zo om de maan heen gaat. Als je dat niet hebt, dan kan je het heel moeilijk maken voor jezelf. Want als je hem er zo omheen hebt, dan is het bijna onmogelijk om terug te komen naar de aarde met zoveel fuel. Dat had ik dus een keer met een eerdere video. Dan gaan we eventjes time warpen naar de burn. Dit gaat een hele korte video worden, omdat het gewoon laat zien hoe je terugkomt naar de aarde. En als jullie deze video nou leuk vinden, dan laat zeker een like achter en abonneer als je dat wil. En laat in de comments weten wat ik als een keer moet gaan doen als challenge. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar we gaan deze video gewoon alleen laten zien hoe je terugkomt naar de aarde, wat ook soms handig is. Dus eigenlijk is dit een tutorial how to come back to the earth. Dus dan kunnen nu deze open. Oké, dan gaan we eventjes kijken. Als je de andere kant op gaat, wat ook kan, dan moet je van de aarde af. Maar omdat we nu zo gaan, moeten we juist een beetje naar de aarde toe. Ongeveer hier zo heen. Dus net iets links van de aarde. Tenminste, dat vind ik het fijnst. Dan doen we dat zo. Dat willen we niet. En zo. Nou, heel mooi. Zo, dit moet heel precies worden gedaan. Oké, dat is mooi genoeg. We gaan als het goed is op de lichte kant van de aarde landen. Dat is wel zo leuk voor jullie. Kunnen jullie het goed zien? Misschien zijn deel 1 en 2 op dezelfde dag uitgekomen. Ik weet het niet, want ik heb beide delen nog niet geüpload. Ik heb trouwens deel 1 wel al geëdit, dus die ga ik zo meteen uploaden. Dus in ieder geval komt deel 1 komt op. Welke datum is het vandaag? Zondag 3 oktober blijkbaar komt hij dan uit. Dat hoop ik tenminste. Als die niet al te lang hoeft te uploaden. Oké, dan zie ik jullie bij de burn. Oké, de burn gaat beginnen over 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zo. Heel mooi. Nou, wat hebben we ervan gemaakt? Prima. Zo. Je wilt trouwens dat hij een beetje zo komt. Wat had ik zo net? Ongeveer zoiets. Trouwens, ik ben er letterlijk net achter gekomen hoe je, als je focus view hebt gedaan. Dus bijvoorbeeld, ik zet mijn view. Wacht even hoor. Die mag weg. Ik zet focus view, dan je kan niet escape drukken, want dan pauzeer je het spel. Maar je moet dan op het knopje onder de escape, dat rare bobbelachtige ding, naast de 1 in ieder geval. Dit is trouwens Minimus, daar ga ik ook wel een keer een tutorial video over maken. Dit was best een moeilijke trouwens om te halen, want je moet meerdere burns doen om hem goed te maken.
Maar hier ga ik ook wel een keer een tutorial over maken. In ieder geval dan gaan we nu verder met waar we waren gebleven. Eigenlijk hebben we niet heel veel meer nog te doen. We hoeven alleen nog maar ja, te landen eigenlijk. Kunnen we hier zo gaan we langskomen. Dus dan kunnen we wel eventjes hier zo toe warpen. Wee, waar zijn we eigenlijk? Oh, hier zo. Dat hij even langzaam gaat, dus dat we uit de zwaartekracht van de maan gaan. Waar de maan eigenlijk is, dat zou ik niet weten. Daar komt de aarde in ieder geval aan. Nu kunnen we weer normaal rondkijken. Is de maan nu echt achter de aarde? Ja, ik zal even kijken. Nee, waar is... Ah, daar. Hij is gewoon een beetje in de schaduw. In ieder geval hebben we een hele mooie landing. Precies op het lichte nog. Daar ben ik blij mee. Want dan kunnen jullie het best zien. Dan gaan we eventjes time warp tot we daarbij 70.000 meter zijn. Oké. Deze mogen dicht. En dan gaan we in 3, 2, 1 en los. Zo. Kijk, wordt gelijk rood. Je kan trouwens ook gewoon eerder loskoppelen hoor. Het is best gevaarlijk namelijk als je het zo doet. Want dan kan er van alles exploderen. Wat er nu aan de hand is met mijn ablator, snap ik niet. Oh ja, hij is aan het exploderen. We gaan misschien precies op het land landen. Dat heeft trouwens wel een hoge kans hoor. Ik was zo net voordat ik de video had gestart, was ik begonnen met een orbit en zo. En toen begon mijn burn precies over de Kerbal Space Center heen. En toen kon ik van tijdens mijn burn de Space Center zien. Dat was wel grappig. Oké, kunnen we eventjes doorspoelen. Zo. Is niet zo interessant. Oké, dan willen we deze allemaal op 800. Niet 8000. 800. Gaan we hem op 5000 openklappen. Deze mag naar 700. Oké, en ze mag weer open. Wauw, dit is wel heel precies op het land gekomen. Kijk, hier zo is de zee. Hier zo heb ik ook een keer een Starship test gedaan. Toen was ik vanaf de Space Center hier zo heen gevlogen. Op dit plekje was ik toen geland. Oké, dan gaan we eventjes deze Jetson Heat Shield. Ik had al in de vorige video gezegd, als je het graag wil, kan je deze in een dan kan je hem in een hoe heet dat? Een action zetten. Dan gaan we eventjes naar de land toe. Ik hoop niet dat ik het heb. Zo. Tadaa. Mooie zachte landing. En dat is de hele munt tutorial. Dus als je het leuk vond. Of als je het helpvol vond. Ik kan geen Nederlands. als je het leuk vond. Laat dan zeker een like achter. En abonneer op mijn kanaal als je dat wil.
dan gaan we de volgende keer een, hoe heet dat? Een Duna tutorial maken. Nu gaan we eerst een Rover Duna tutorial. En dan doen we een normale Duna tutorial. Met gewoon Jebediah en Valentina en zo. Nou, dan zie ik jullie. Ik heb echt al een hele tijd lang niet geüpload. Dus heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is Spock out.